10 tot 15 seconden wachten en dan kan het eraf. Hallo dames en heren en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Deetje en wij voelen ons nog steeds wel ziek. We hebben net 2 aspirintjes genomen, 2 ibuprofen moet ik zeggen, Deetje 1 en ik eentje. En we voelen ons nu dus een beetje redelijk. Het is nu op dit moment 5 uur. En de reden waarom het zo laat is, is omdat we om 2 uur pas wakker werden. Want we konden niet slapen gisteren, omdat we ons zo ziek voelden. En we zijn daarna nog een paar uurtjes op bed zijn gaan liggen. Omdat we blijven liggen, vooral omdat we ons gewoon echt shitty voelden. Maar we dachten, het is zonde als we niet nog iets gaan doen. Dus we zijn eruit gegaan met moeite, hebben ons even gedoucht. En dat voelt ook altijd wel wat lekkerder. Ja. En we zijn nu, moet ik zeggen, op een hele vreemde, bizarre plek. Dus vandaar dat ik nu ook begin met filmen. Je ziet hier overal graffiti. En we zien alleen maar een beetje rare types hier naar binnen gaan. En je mag hier ook niet verder naar binnen als je drinken en zo bij je hebt. Want dat wordt allemaal uit je tassen gehaald en dat soort shit. Kijk. Dus wat gaan wij nu doen? Wij gaan nu gewoon hier naar binnen. En dan worden wij als het goed is gefouilleerd of zo. Ik heb geen idee. Laten we hem gewoon maar naar binnen gaan. Hallo. Kijk, ik word niet gefouilleerd of zo, maar deed je wel. Hij vindt het vreemd dat je geen tasje bij je hebt. Ja. We hebben echt geen idee. We wilden naar binnen lopen, maar toen gingen we heel even wachten van... Ho, eens even, dit ziet er wel heel erg raar uit. Omdat we echt dachten van, dit is echt zo'n plekje waar iedereen druk zit te doen en zo, weet ik veel. Zo ziet het eruit. Maar ja, we zullen wel zien. De mensen hier, die zijn gewoon allemaal hipster drinkjes aan het nuttigen. En je hebt een paar plekjes en dan kan je kleren kopen. Maar het ziet eruit alsof alles tweedehands is of zo. Ik dacht dat het echt een etensmarkt zou zijn of zo. Dat dacht ik ook. Kijk eens wat we hier zien. Alleen maar snoepjes. Normaal gesproken ging Dee hier wel op af, maar nu loopt ze verstandig door nu ze ziek is. Ik snap het. Op dit moment wordt mijn haar geknipt. Ja, en dit komt heel raar over, dat is het ook zeker weten. Maar ik wil heel graag een tatoeage. En je hebt hier allemaal nep tatoeages. En deze gast heeft een horloge om zijn pols en die wilde ik ook. Maar hij zei van ja, je hebt wel heel veel haar. Dus hij had normaal gesproken scheermesjes. Maar nu had hij alleen een schaartje. Dus hij is het nu een beetje aan het wegknippen. En ik vind het echt hilarisch. Wat vind jij ervan? Ja. We hebben wel zoiets van, wat doen we hier? Het is echt heel, ja, apart. Ja, zeker. Maar wel heel grappig. En de mensen zijn aardig. Ja. Altijd, den hatte ich. Ja, dat is toen? Ja, dat is een goede wahl. 1A. Ik ben echt super slecht in Duits, zoals jullie weten. Hebben jullie enig idee wat deze man zei? Vertel het mij alsjeblieft in de reacties en maak kans op een leuke vlog. Zo. Hoppakee, wat water erop. Dit wordt zo awesome. Is that just water or something magic? Tattoo acid. Oké, okay, let's wait like for 10-15 seconds. 10-15 seconds, oké. Okay. We should be ready to peel it off. 10 tot 15 seconden wachten en dan kan het eraf. Ja, yeah, it's working already. Oh, nu al. Wow. Oké, okay, and now we have to decide for the LCD. You have a choice of different... Wat je erin gaat. Ah, nu heb ik keuze wat ik hierin wil hebben. Die gast die heeft... what do you have? You have YOLO, right? Yeah, we have I have YOLO. Yeah, I have YOLO. Jij moet YOLO. Oké, can I have the love? Yes. Hij moet dat stukje nu even droog maken en dan krijg ik er love in. Looks good, hè? Huh? Beetje water erop. Weer heel eventjes wachten. Kijk eens aan. Nice. Yes. Perfect, man. Thank you. You're welcome. Love. Love. Yeah. Love support. Cute. Share the love. Yeah. Shout-out trouwens naar Joost. Hij heeft altijd zo'n horloge om. En daarom had ik ook zoiets van, nou, ik wil wel eens weten hoe dat mij staat. En nu weet ik het zonder het horloge te kopen. Uh-huh. En we zien hier iets superleuks voor Jill trouwens. Je hebt hier zo'n klein hondje, dat is een pug. En ja, daar is Jill helemaal gek op. Daarom heeft ze ook een pug als hond. Ja. Dus dat geeft ons wel de reden van, hé, hey, het is niet heel duur, laten we het meenemen. Een cadeautje. Wat heb jij gehaald voor jezelf, Deetje? Een ketting. Kijk eens aan. Mooi? Ik vind hem very cute. Me echt too. Iets voor jou. Thank you.
was ons kleine avontuurtje hier. Ik vond het echt... Bye bye! De mensen hier zijn echt super aardig, dus dat is wel heel erg tof. Want het komt toch wel een beetje over allemaal. Heel erg hippie. Maar het was zeker cool en we hebben dus wat een paar dingetjes gekocht. En ik denk dat het heel erg leuk is dat jullie nog even wat interessants hebben kunnen zien in de vlog. En dat je dit soort ja, best wel bijzondere dingen ook kan doen in Berlijn. Het is maar je wel moet... heel erg achteraf, je moet het echt weten. Ja, je moet het weten. Wij weten het via Eugène en die woont hier. Dus ja, dan weet je het ook sneller. Maar... Het is heel glad hier. Het is hier heel glad inderdaad, we moeten nog even oppassen. We gaan nu eventjes op zoek naar een restaurant. Ergens waar we of iets anders, iets ophalen of zo. We moeten in ieder geval even wat eten hebben. Geen idee wat er aan de hand is, maar er is sowieso iets aan de hand. Een ambulance en twee politiebusjes. En die moesten in die ambulance zijn, dus misschien willen ze hem oppakken. Geen idee. Maar nog steeds geen eten gevonden. Wel dat dus. Een supermarkt. Of niet? Een videotheek. Laten we even kijken. Dit is inderdaad gewoon een videotheek. De laatste keer dat ik hierin ben geweest, dat was echt nog toen ik in Assen woonde. Alle videotheeks van ons zijn gewoon failliet. Ja, klopt. Nee, maar niet dat ik in Assen woonde, zeg maar 2 jaar geleden. Maar echt dat ik daar, zeg maar, nog op een andere plek in Assen woonde. Dus dat was wel 6, 7 jaar geleden. Ziek, hè? Ja, dat is echt niet normaal. We gaan hier niks meer hoor. Nee, we zien hier alleen popcorn, maar dat kunnen we nooit op. En dat is ook niet goed voor ons. Ja. Dit soort steegjes zie je super veel in Berlijn. Echt super veel. Waar niks mee wordt gedaan, maar alleen maar graffiti. En dit zie je gewoon voor je als een steegje waar dan 's nachts zwervers komen of gewoon drugsgebruikers en die hier even losgaan. Downtown Berlijn, jongens. Ja, downtown. Je ziet het in de vlog van Knol. Wat ik gisteren ook al even zei, dit vind ik zo vet. Je hebt hier gewoon een bibliotheek. Maar ja, wie gaat er nou eigenlijk naar de bibliotheek van onze generatie, van onze leeftijd? Maar je ziet hier allemaal tafels met allemaal eten. Dus je kan dan gewoon eten, gewoon relaxen en als je wil een boekje lezen, maar dat hoeft niet per se. Super leuk toch? Je zou zeggen, waarom ga je daar dan niet eten? Nou, heel erg simpel, daar kan je niet echt avond eten, maar meer een soort van lunchen of snacken. Maar we hebben nu een tent gevonden hier, of naar een restaurant. En hier kunnen we wel lekker avond eten. Altijd fijn om een plekje te hebben bij het raam. Dan kun je gewoon even lekker naar buiten zitten staren. Want Dedy zegt toch nooit iets belangrijks. Spanningsontsnijding. Maar als je dan toch wat wil zeggen, doe het dan hierdoor. Lul. Het is lekker via je mond, maar nog lekkerder via je neus. Kom niet omhoog. Echt niet? Nee. Harder zuigen, snijven. Nee, kom niet omhoog. Ja, je lult. Kom op, doe beter je best. Doe je andere neus, schat. Misschien moet ik het via hier doen. Ze zeggen dat het dan lekker wordt. Nee, er gaat de prik eruit. Oh, dat was het laatste broodje. Oh. Dames en heren, de beste kok van de wereld. Carpaccio. Yes. Thank you. Martijn. En jij? Thank you. Wil jij mijn olijfje? Ja, olijfje. Oh, lekker. Ik vind olijf echt lekker. Yeah, perfect. Would you like to... I make a picture from here? Together? Oh, picture. Yes, please. Ah, nu zitten we even tijd om hem in de maling te nemen. Dat doen we wel vaker. Dan gaan we gewoon de camera weer aan hem geven als hij filmt. Ja, dank je. Wauw. Ziet er goed uit. Ja. Eerst moet je ding nog even... Oh. Oh. Oh, wow, dankjewel. En on 3, we say whiskey. Whiskey. Oké. Okay. Ja. Oké. 1, 2 and. Whiskey! It's for history. Oh. Oh, it's filming. Ah. Good person is expensive. 1 second. 1, 2 and. Whiskey! Wat is je eerste reactie, mevrouw? Wat is je eerste reactie? Nou, pretty good, pretty good. Oh, om je vingers maar af te likken, dan is het wel heel goed. Kappen. Ja, ja, kappen. Hey, grapje. We're back
in de hotel. En als dat ibuprofentje uitgewerkt is, dan voel je je ook echt wel weer shitty. Dus ik ben blij dat we hier weer zijn en dat we weer in bedje kunnen liggen. Met de oh zo realistische open haard, die helaas geen warmte geeft. Ik hoef waarschijnlijk niet te zeggen dat vandaag een rare dag is, want dat hebben jullie wel gemerkt. En sorry als de vlog misschien wat kort is. Sorry als jullie je hadden verheugd op iets leuks. Ik had dat ook. Dee had dat ook. Maar als je je niet lekker voelt en gewoon ziek bent, dan is het gewoon echt zwaar kloten en kan je daar niks tegen doen. Het is nu in de tussentijd 3:30, 4:00 en in de nacht natuurlijk. En we kunnen niet slapen. Het is echt zwaar fucked up. Mijn horloge die heeft het een beetje begeven. Maar ik zie nog net dat het tijd is voor love. En dat betekent dat jullie dus een blauw duimpje omhoog achter gaan laten voor liefde. Dat zou ik heel erg waarderen. En als jullie morgen natuurlijk weer gaan kijken bij een gloednieuwe vlog om 4:00. En dan zeg ik zoals altijd dikke vette peace. Knol power!